Je kunt er bijna niet omheen. De kerststal aan de Bosweg in Schijndel. Al 8 jaar lang bouwt Marius Verbrugge tegen Sinterklaastijd deze stal op voor de Sinterklaasliefhebbers. Zodra de goedheilige man het land uit is, wordt de stal omgetoverd tot kerststal. Het bouwen van de stal begon 30 jaar geleden in zijn vorige woonplaats Hilversum. Het is begonnen met eigenlijk twee coniferen. Daar kwam verlichting in. Het was toen in de tijd met prikkabel, gewone lampjes. En later is dat een beetje in Hilversum uitgebreid met de buren, met de buurman mee. Dat deden we dus toen op een gegeven moment samen. En toen hebben we daar andere beelden voor gehad, andere dingen voor gehad. We hebben arresleeën gehad, we hebben meerdere bomen, alles heel mooi versierd. En totdat we eindelijk eens een kerstgroep tegenkwamen. Toen hebben we gezegd, nou gaan we ook een stal bouwen. Toen wij dus gingen verhuizen naar Schijndel, stond zelfs in de zomer een grote, op de voorpagina een hele grote foto van kerststal Passé in Hilversum. Dus dat was een ramp voor de Hilversums. De decoratie haalt Verbrugge uit de eigen tuin. Ja, eigen decoratie. Hier zit dit. En dit moet toch gebeuren, want anders gaat hij niet groeien. Gaat hij niet de hoogte in. Ja, de opbouw in principe 3 dagen, dan wordt er snel opgebouwd. Veel, en de rest tussendoor doen we wat stukjes en zo. Met mijn broer mee. Die helpt dan mee en een peterkind en een zwager. Dus met de stal opbouwen. En dan de beelden zo doen we met 2 man. Want anders kunnen we toch niet met te veel mensen hier doen. Wat vind je van de hobby van je broer? Nou, ik vind het knap dat je het ieder jaar weer van elkaar krijgt. Hij wil ieder jaar wil hij toch wel weer iets anders ingedeeld hebben. Maar ik vind het fijn om er weer bij te zijn en mee te kunnen helpen. Ieder jaar proberen we het anders op te bouwen. Het blijven wel dezelfde beelden natuurlijk. Kerstgroep is dezelfde kerstgroep. Maar we proberen wel ieder jaar iets anders aan te geven. Na enkele dagen bouwen kan Schijndel de komende kersttijd weer genieten van de prachtige kerststal. Vooral in de donkere uren is een bezoekje aan de Bosweg zeker de moeite waard.